zijn de drie wijzen. Met vandaag op 1 Jacques Vermeire, op 2 Leen de Marais en op 3 Walter Grootaert. De gastheer heet Kurt van Egen. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Hier is het. Een zeer goede avond, dames en heren, vanuit het cultureel centrum De Borre in Bierbeek. En u kijkers thuis ook welkom bij de drie wijzen die u daar ziet zitten. En onze twee kandidaten beginnen met Lutgaard Schepens. Lutgaard Schepens is een bediende uit Oudenaarde. Ze heeft twee kinderen, ze houdt van taarten bakken, steden bezoeken, winkelen en plakboeken aanleggen. Zeg, vertel me eens daar wat van. Wel, ik heb al altijd de goede gewoonte gehad om mooie dingen bij te houden, goed te bewaren. En dat doe ik ook met prenten die ik mooi vind en die verzamel ik dan in verschillende soorten plakboeken. Boeiend! En ze speelt tegen Luc van de Gaar. Luc van de Gaar is een bankfiliaalhouder. Hij heeft twee kinderen, komt uit Aarschot, houdt van lopen, turnen, dropping en tennis. Is echt een sportman eigenlijk, maar die dropping dat is eigenlijk met één bepaalde reden. Hè? Ja, dat is vooral voor van huis weg te zijn ook. Hè. En om dan inderdaad gedropt te worden ergens, en waar is de afspraak? En dan is tot zo snel mogelijk in het café te zijn. Hè. Zie je wel, dat is de bedoeling. Zo zit het in elkaar. Maar hier vandaag moet gespeeld worden. We hebben 200.000 frank in kas. En we gaan beginnen met de eerste vraag. Schampers. In mijn reportage van vandaag voer ik een indringend gesprek met een man die uitbater is van een drankgelegenheid. Zo'n mensen weten wat er omgaat bij hun klanten, hebben diepgaande gesprekken dikwijls ook met hem. En een van die mensen die hier over de vloer af en toe komt, daar gaan we nu even dieper op in. Hoe lang kent u die persoon in kwestie eigenlijk al? Dat zou nu toch eens een 30 jaar kunnen zijn. Mm-hmm. Volgt u zijn carrière een beetje? Van op afstand uiteraard. Als klant, als... Artiest. Als artiest. Als artiest. Ja. Kunt u appreciëren datgene wat hij doet, wat hij brengt? Ik denk dat wat hij doet, hij ongeveer het beste doet van wat er in Vlaanderen te vinden is. Ja. Hoe is hij in de omgang? Want met artiesten, dat is soms wel een beetje moeilijk. Vrij gewoon, vlot, toegankelijk. Ja. Hij stelt zich niet hoger dan de doorsnee burger? Ik heb alvast niet dat gevoel. Drinkt hij veel? Wel, sinds een leverkwang, waar ik misschien aan gecollaboreerd heb door in zijn vroegste adolescentie en wel in zijn omeletje te serveren met zowat alles aan ingrediënten wat ik in huis had. Sinds een misschien daaruit voortvloeiende leverkwaal is zijn drankgerichtheid enigszins afgenomen. Hartelijk bedankt voor deze bijzonder boeiende getuigenis. Dit was Schampers voor TV1, de drie wijzen. Schampers in de wereld van de slechte levers, maar over wie ging het hier? Jacques. Ik ken niemand als Bodo van het Klapgat van Mechelen. Bodo? Ik kom daar sporadisch, zeer weinig, maar hij had het over een zanger uit Gent, die er ook wel een keer komt, Roland. De bluesman. Goed in zijn genre, zegt hij. De blues, de blues. Roland van de Bluesworkshop. Leen. Ja, het is Bodo. Bodo, Klapgat. Klapgat. Uit Mechelen. Mechelen. Dat is een feit. Maar het is Roland niet. Het is wel Erik Meelaerts. Ja, die van Mechelen is. Zeer zeker. Walter. Ik kende die cafébaas heel goed als Bodo. Bodo, hè? Van Klapgat, hè? Klapgat, hè? En vroeger had hij de verloren zoon. Ja, ja, ja. Daar kwam ik ook af en toe. En hij zei dat het ging over iemand die in wat hij doet het beste is in Vlaanderen. Ja, dat klopt, ja. Dat gaat over mij. Oh. Ah, dat heb ik een levercrisis gehad. Ja. Roland, dat zegt Jacques. Erik Meelaerts is het volgens Leen en het is Walter hemzelf volgens Walter hemzelf. Ja, Luc en Lutgaard. 1, 2 of 3. En jij denkt dat het Erik Meelaerts is. Ja, die ziet eruit alsof dat hij duidelijk iets aan zijn lever heeft dat en zo. Ja. Ja. En jij denkt dat het Roland is. Ja? Ja,
ook om... Ik ben het bijna zeker, ja. Je bent bijna zeker? Ja. We gaan het vragen aan de Bodo, hè, van het Klapgat in Mechelen. Meneer Van de Voorde, wilt u eens onthullen over wie u daarnet gesproken heeft in onze reportage? Het ging over Erik Melaerts. Goed zo, Luc. Perfect. De eerste 1000 zijn binnen. Ja. Ludgert, die was een beetje te zeker, hè? Maar goed. Wat is treble, heren en dames? Treble. De entrepreneurs gebruiken treble. U weet, entrepreneurs zijn zeer timide mensen. Roepen nooit. Gaan nooit buiten de stad. Als ze een keer ergens binnenkomen, zijn ze verloren gelopen. En zit er in de zaal dat wij met entrepreneurs bezig zijn? Heeft er juist maar liggen uitschillen, of fijn? Bijvoorbeeld als je in Blankenbergen loopt, er zal nooit een entrepreneur rondlopen. Zeer timide mensen. En treble, dat wil zeggen dikke problemen. Vandaar, het Engels heeft daar dan treble uitgemaakt. Dus uit het Antwerps. Dus treble is ambras. Dat is een typisch Antwerps woud. Ja. Doe toch mijn best, hè? Ja, al het Engels komt van het Antwerps, hè, voilà. De Antwerpenaren, zo is dat. Lien, vertel het ons, wat is treble? Treble is geluk hebben bij het gokken. Dus chance hebben bij Tiercé, Carté, Jacques Pijp toestanden dus. Wat? Walter, treble, wat wil treble dat zeggen? Treble is een muzikale term. Het heeft niks te maken met ruis, wat we zou kunnen vermoeden als je het woord hoort. Maar het heeft te maken met het geluid van drie klokken die tegelijkertijd klinken en een akkoord vormen. Dat noemt men een treble. Kijk eens drie klokken. Prachtige omschrijvingen. Ambras volgens Jacques. Geluk hebben bij het gokken volgens Leen. En drie klokken in akkoord volgens Walter. Treble, Ludgert en Luc. En het is volgens jou die drie klokken in akkoord. Ja, en anders zijn troubles. Anders zijn troubles, ja. Troubles. En jij denkt dat ook? Ja, dat ben je bijna ook zeker? Nee, toch niet. Ik twijfel. Nu twijfel je. Wel. Jammer, want het is... Drie klokken. Drie klokken. Goed zo. Ja. Een beetje onzekerheid is dus goed voor Ludgert. Dat is duidelijk. Volgende vraag. Wat is, en dat is iets voor zaken, bottelziek? Tegen bottelziekte is er maar één remedie, dat is namelijk rusten. Het gaat over de wijn. De boeren zeggen daar, de wijn is naar de bottel. Dus naar de botten. Wijn hebben weer geen geluk. Dat wil zeggen dus, als de wijn op de fles wordt getrokken, kan het zijn dat hij ziek wordt en dan moet de wijn rusten. Bottelziek dus. Leen? Het is eigenlijk een beenderziekte, ernstige beenderziekte nog wel, maar ze komt niet zo veel meer voor. Stot er maar een beetje, hoor. Gertie doet dat ook veroorzaakt... Het is een goede radio, Radio Bomma. Wij knippen dat gewoon. Een goede radio, oké. Het veroorzaakt... De radio met de vlotte praters. Ja. Ja, zo ken ik er nog, Walter. De schone en het beest hier, ja. Ik kom daarna, ik leer dat gewoon van hem. Dat is een beest. Veroorzaakt misvormingen. Oei. Ja. Misvormingen. Het. Vooral aan de lange beenderen, zodanig dat de gewrichten niet meer in elkaar passen. En zodanig dat er een waggelende gang ontstaat. Jij hebt bottelziekte, Jacques? Ik wou het al niet zeggen, maar... Ja. Ik ga recht. Dat is het dus, een beenderziekte. Ik ga recht, Walter. Bottelziekte, Walter. Bottelziekte heb je alleen bij bomen. Het is een soort schimmel, zwam, die zich afzet. Hebben we weer een mooi woord gevonden voor hem, schimmel. Ja. Die zich dat is een serieuze ziekte bij de Walter ook, wel de schimmel, hè, jongen. Dan heb ik toch liever dat ik wel waggels, hè. Als jij een half uur tegen iemand praat, ik kan hem wassen. Schimmel. Ah. We gaan verder. Dus dat is een schimmel die zich afzet op de takken, jonge takken van bomen, waardoor ze niet meer kunnen botten. Vandaar bottelziekte. Alsjeblieft. Fout in de wijn. Dat is het volgens Jacques. Het is een beenderziekte, zegt Leen. En het is een schimmel op bomen volgens Walter Grootaert. Ludgert en Luc. Ja. Zeer gekende ziekte. Een schimmel, Luc?
Ik denk dat ik schimmen zie, ja. Je ziet schimmen, maar hier hebben we dan iets anders. Fout in de wijn, Lutgaard? Kwaag mijn kans bij Jacques. Je bent niet meer zo zeker, dat is in het begin, hè? Nee. Context. Je gaat ver komen. Ja. Je gaat er ver mee komen. Nou, wie weet. Dat wel, Walter. Toch verder dan het u. Zo zien. We zullen het zo weten, hoe ver ze ermee komt. Wat is bottelziekte? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Zo is dat. En daarmee sta je aan de leiding. Lutgaard, dus het gaat goed. Volgende vraagje krijgen we van Cees en Kees. Cees en Kees in de platpees. Maar, nou, weet je, wat ik me afvraag, hè? Eerlijk waar, wat ik me afvraag, is wanneer slapen die Belgen, joh? Die gaan gewoon uit, die gaan nooit slapen volgens mij. Overdag. Overdag denk ik wel, ja, nou is hij altijd open. Oeh, mevrouw de garçon, doet u mij 5 pils graag? 5. Stel je nou 5 pils? Ja, 5 pils. Happy hour is over 5 minuten afgelopen, dus moet hard gaan. Mevrouw, net gezegd. Mevrouw, doet u mij ook maar 5, hoor. Zie je? Ja, belangrijk. Ja. Verstandige jongen. Hij wordt allemaal dubbel in prijs straks. Nou, hoe gaat je biepen? Eindelijk. Zo. Werkt hij nog? Zaken, zaken doen. Mien. Mien. Nou, die kan wachten. Wat is dit? Maak even kijken. Dit is een biepertje. Wat een leuke bieper, zeg. Ja. Ja. Verkoop je die? Ja. Ja? Tuurlijk. Loopt het wat? Singapore gaat bijzonder. Singapore gaat lekker, ja. En de Belux, Dat valt. Nee, ja, de kleurtjes moeten we nog een beetje aanpassen. De kleurtjes zijn wel flashy, zou ik zeggen. Heel flashy, vind ik wel mooi. Kijk, ik heb er even die lekker bijpast, denk ik. Ja? Ja. Eens even kijken. Oh, deze vind ik leuk. Nee. Ja, deze vind ik leuk. Ja. Denk je? Ja, ik ben nog jong. Ja. Nee, moet kunnen. Ik denk deze past overal bij. Kijk maar. Kijk zelf maar. Je gaat een beetje flatseren, vind ik. Nou, 8000. Bef. Ja? Priest dan mis. En als je nou 3 neemt? 20 van de 3? Ja. Dan gaat het. Ben je zeker? Gaat het niet een beetje fletcheren? Wat is fletcheren, Sjaak? Dat weet ik niet. De vraag werd aan mij gesteld, Walter. Chic behangen. Veel mensen die behangen tegenwoordig met stof. Walter heeft ook stof, maar op de grond bij hem thuis. Maar dus met stof behangen, en dat komt van Fletcher, een bekende binnenhuisarchitect. Je hebt ook bijvoorbeeld. De tapieplein, dat komt van Bernard Tapie, maar dat is iets anders. Maar het gaat wel degelijk over met stof behangen. Dat is fletcheren. Behangen dus. Fletcheren alleen, vertel het ons. Kijk, mensen die veel achter een bureau zitten, die hebben last van veel te weinig beweging hebben. Ja. En dat kan je voelen s'avonds in bed, benen die beginnen te wiebelen en zo. Oh, zo. Ik heb de collage nog aan dan. Onlangs is daar iets, een remedie, komen overwaaien. Moet je collage aan doen als je gaat slapen, hè? Nee, vertel het maar. Onlangs is er een remedie daartegen komen overwaaien uit Amerika. Het is een soort van joggen. Eigenlijk joggen als je achter je bureau zit, aan de kassa staat te wachten. Dus op momenten waar je eigenlijk niks anders kan doen. Met de benen zwaaien, met de armen zwaaien, met de schouders bewegen. Dus dat, het is een soort joggen, maar in stilstaande toestand. En het komt van Ambrosius Fletcher, en dat is een adviseur van Clint. Wie het wil voordoen, mag. Beweeg toch eens, alstublieft. Ja. Ik heb het goed uitgelegd, Walter. Nee, want er beweegt niks. Walter, Fletcheren, wat is dat? Fletcheren is uitgevonden door Horace Fletcher. Is een geleerde die erachter is gekomen dat het van het grootste belang is om het voedsel zo lang mogelijk te kauwen voor je het binnenslikt. Dat is goed voor de tanden, dat is goed voor de spijsvertering en dat is ook heel goed voor de opname van vitamine. Dat is fletcheren, dat komt daarvan. Fletcheren. Wij moeten meer fletcheren. Ja. Behangen met stof, dat is het volgens Jacques. Op ieder moment joggen, dat was het volgens de lenige Desmarais. En voedsel langdurig kauwen, zegt Walter. Interessant hoor. Fletcheren. Luc en Lutgaard. Interessante ronde. Voilà, voilà, voilà. Jij zegt op ieder moment joggen. Je vond het mooi geïllustreerd. Je vond het schoon. Doe het niet meer, hoor. Er moet nog wat gefletcherd worden. En we hangen met stof. Dat vond je wel chic, Lutgaard? Ik blijf bij Jacques. Je blijft bij Jacques. Je denkt één keer succes ermee. Het zal wel blijven duren. Maar wat is fletcheren? Het is voedsel langdurig kauwen. Jawel. Hallo. Lutgaard, je blijft aan de leiding. Maar het volgende woordje zal de verandering kunnen inbrengen. Wat is een palul?
een presentator van een zeer bekende quiz in Vlaanderen. Kurt Palul. Malul zou natuurlijk belachelijk zijn. Het gaat hier over Palul. En dat komt van Jan Palul. En Jan Palul was een voddeman. Naar het schijnt. En was toch voddeman, dus je had geen waarde, niks waard. Dus dat vandaar dat men zegt, je bent Jan Palul, je bent Palul, je bent niets waard. Allee. Leen Palul. Piet Palul is het. Piet Palul gaf zich uit voor... En Miet Malul. gaf zich uit voor dokter. Schoon op dokter. Waarschijnlijk een gynaecoloog. Was de gynaecoloog, ja. Als je dat op je plakketje staan hebt, Piet Palul, gynaecoloog, ja wat. Dat is gegarandeerd de wachtzaal vol, hè. Dus Piet Palul... Toch niet meer ons, hè. Die in feite geen dokter was, er zich vooruit gaf, die bovendien zeer graag met messen werkte, maar het ook niet kon. Een onbekwaam iemand. Ah zo, Palul. Walter dus. Graaf Palul uit Auvergne, daar ook, komt het vandaan. Ook een belangrijk... Ik zal straks nog eens proberen, hè. Geef hem eens een tweede kans. Haalt u dweil uit uw mond en zeg het dan nog eens. Oh, ja, zijn we graaf er? Graaf Palul uit Auvergne, daar komt het vandaan. En dat is de man, een snop. Die er prat op ging altijd mooi gekleed te zijn. En hij is de uitvinder, of eigenlijk de eerste, die het stoeverke in de bovenzak stak, dat het er een beetje uitkwam, met zijn eigen initiaal erop. Dat was de eerste Jan man die Palul. Het deed. Klasse, klasse. Jan Palul. Oh. Jan Palul, inderdaad, dat is hetgeen wat Sjaak zegt. Dat is niets waard. Dat is bij Sjaak. Piet Kurt... Palul is een onbekwaam iemand, zegt Leen. En Graaf de Palul is een zakdoekje. En dat is het Luc en Lutgaard. Eén van de drie, hè. Meer hebben we niet, hoor. Je moet het ermee doen. En jij zegt dus allebei dat het een onbekwaam iemand is, een Piet Palul. Hè? Ja, een Piet Palul, dat is niks, hè. Maar wat is een Palul? Het is een Jan Palul, het is niets waard. Alsjeblieft. We hebben er nog zo een, jawel. Wat zijn tailingen? Tailingen zijn kleine paddenstoelen. Die groeien op de grond. Hè, want... ja. En die groeien ofwel op vochtige plaatsen. Onder uw armen? Palul. Nee, die groeien op takjes of rottende bladen. Zijn voorhoofd bijvoorbeeld. Ja. En dat, die zijn taai, bedoel, die hebben een hoge weerstand tegen uitdroging enzovoort. Kijk, Fred, ik doe mijn best. Nee, het komt erop neer dat het taaie paddenstoelen zijn. Taaie op rotte bladen, een beetje rotary-achtig zo. Leentje. Het zijn plantjes die vroeger niet overwinterden, maar door natuurlijke selectie resistent zijn geworden tegen vorst. En dus toch overleven. Wacht, bijzonder. Hè. Sommige kruiden, marjolein en bieslook, hebben tailing varianten. En die zijn ja, bijna hetzelfde, je ziet er geen verschil in, maar ze zijn iets minder smaakvol. Ja. Tailingen, Walter. Het zijn koekjes in de vorm van strikjes, bijna zou je kunnen zeggen. Ze zijn wel zeer hard en ze komen uit het Nederlandse, het Noord-Nederlandse Alkmaar. En daar worden ze in het begin van het zogenaamde tailingenseizoen, de nieuwe tailingen worden gebakken, worden ze de eerste dag van de kerktoren naar beneden gesmeten. Dat zijn tailingen, een koek eigenlijk. De nouveau tailingen sont arrivés. Sjaak zegt taaie paddenstoelen, zegt hij. Leen overwinterende planten. En Walter die denkt van die strikjes uit Alkmaar. Luc en Lutgaard. Het is toch mooi om daaruit te mogen kiezen, hè? Jij denkt die strikjes uit Alkmaar, Luc? Ja? Ik denk dat ik dat eens een keer gehoord heb. Ja? Een koekjes van Holland. Ja, ja maar die zijn niet te eten. Dat is een feit, daar kunnen we van uitgaan. Overwinterende planten? Ja, ik vond het een mooie uitleg. Je vond het een mooie uitleg, maar denk is dat voldoende? Dat wat zijn tailingen? Jawel, weer fout. Oh, 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 oh.
5000, Lutgaard, heb je nu. 3000 heb jij, Luc. En we hebben nog één vraagje van 7000. Doe er wat aan, dankzij dokter Leconte. Oh la la. En zo volk hier, wat is dat hier allemaal? Dat je weet dat ik beter een andere dag kunnen uitkiezen. Nou, die mensen die kijken zo naar mij. Ik had natuurlijk beter dat kunnen inpakken in de bagage. Ik vind dat zo onhandig dat iedereen zit nu. Ik heb het. Ik ga dat vlug inpakken, want... Een beetje verder kijken. Dat is wel best zeker. Goedemiddag. Oei, oei, messen. Ik heb gehoord voor messen ook. Heb je mes toch niet bij? Nee, dat is wel. Dat is wel een keer gegeven. Oelala. Oelala, dat ziet er slecht uit. Ik denk dat ze gaan dat zien, hè. Ik ga dat niet meer doorgeraken. Dat moet er vooruit gaan. Zou dat eens zien, denk je? En hier zit ik ook al niet verveeld. Ik bedoel alleen maar, ik kan dat bieden met mijn... Meneer, excuseer. Mag ik u eens vriendelijk verzoeken? U krijgt dit van mij. Ja, dus ik moet je opgeschilderen. Ja, en meneer vraagt wat je ermee kunt doen. Ik zou het ook niet weten. Neem het mee. Ik wens u een prettige vlucht. Alsjeblieft, het is voor u. Alsjeblieft. Daar ben ik al vanaf vrienden. Ja, hij is van een toestelletje afgeraakt, maar waarvoor dient het is altijd onze vraag, Jacques. Dat dient om hoefijzers te kuisen. Ha, ha, ha. Dat is het. Dat is het. Gewoon hoefijzers. Het is technisch weer, ik hou het zeer kort. Ja, ik hoorde het, is zeer technisch, dus je houdt het kort. Zeker. Ik heb het nog nooit gebruikt. Het is een soort koevoet. Dat zal wel niet. Het is een soort koevoet om nagels, om moeilijke nagels mee uit te trekken. Moeilijke nagels. Vingernagels. Zijn lastige nagels. Lange nagels. Ah, vervelende nagels. Ja. Galant zo, hè, zo. Ja. Galant zo. Walter? Het is een soort tang en ze dient om wijde afsluitingen die onder stroom staan door te knippen. Of draden waar stroom op staat om die kunnen door te knippen, zonder dat je dan zelf geëlektrocuteerd wordt. Oh, dat is een vernuftig ding. Nee, veel koeien lopen daar vernuftig. Goed. Ja, dat ging heel snel, dit rondje. Hoefijzers, zei Jacques. Koevoet, dat was het volgens Leen. En elektrische wijde afsluiting, daar had het alweer bij Walter te maken. Luc en Lutgaard. Het gaat hard, hè, Lutgaard? Oela. Ja. Oh, hola. Allebei de koevoet. Oh, Lutgaard ook de koevoet. Ja, inderdaad. Oh, ja, ken je het? Nee. Nee. Nog nooit gezien. Nog nooit gezien? Was de eerste keer? Dat voorop, ja. Oh, la. Spannend. We gaan naar dokter Leconte. Beste vrienden, het voorop dat ik juist weggegeven heb, dat was een ding, een koevoet om moeilijke nagels uit te trekken. Ik ben blij dat je vanaf bent. Ja. Allebei goed, allebei scoren. Maar Lutgaard is onze winnares, die gaat naar de eindronde. En we moeten helaas afscheid nemen van Luc. Ja. Maar niet erg, hè? Nee, natuurlijk niet. Hier is de Drie Wijzenster en jij kwam toch voor de boeken, uiteraard. Ja. En je krijgt van mij, liever van Fnac, van Willem Elschot, Lijmen het Beest van Leo Plezier. De Gele Rivier is bevrozen, zijn nieuwste boeken van de Geert van Istendal, Arm Brussel. Dank u. En veel felicitaties, ja, en een geweldig applaus. Ja, Lutgaard, nu begint het spannendste gedeelte voor jou, hè. Moet je eens kijken, we hebben op dit moment, heb je al 12.000, maar kijk eens. Het worden er 212.000, maar dan moet je verschrikkelijk goed gokken in de volgende ronde. De enveloppen zet ik rustig hier en Jacques start met zijn onwaarschijnlijk waar of onwaar verhaal. Ja, ik heb een speciale binding met slijdingen. Ik heb een verhaal vroeger verteld dat ik eens... aan het optreden was en dat ik diarree kreeg en dat ik dus tijdens het optreden uit de tent moest lopen om mijn behoefte te voldoen en terug te komen. Dat is slijdingen geweest. Nu het volgende. Ik ben terug in slijdingen uitgenodigd voor een act de présence. En ze hadden gevraagd dus om het als DDT te doen. Dus dat is aanwezigheid ergens. Ik zeg, nee, dat mag niet van de BRT, we mogen niet de figuren gebruiken van de tv. Dus ik had mijn propere broek aan, mijn propere vest en ik ga naar Slijdingen. En dat was in open lucht, aan een voetbalterrein. En dat was de actie, ik vernam dat daar, dat was de actie die ze deden in Slijdingen.
scheid je rijk. Je ziet, ik heb dus een speciale binding met Sleiding, hè. Wat moest ik nu doen? Ik moest met een koe... Met een koe? ...op het voetbalveld van Sleidingen komen. Met zo'n grote, immense koe. En ze hadden die, dus dat terrein... Dus in het klein natuurlijk, op een papier getekend, met allemaal vierkantjes. En de mensen die moesten zo een vierkantje kopen. He, dus dat was opgemeten. He, op schaal. En die koe moest met mij op dat veld. En waar die koe scheet, op, dan werd dat afgemeten. Met zo'n lintworm. Allee, ik bedoel, zo'n, met een echte lintworm. Allee, zo'n lintmeter, ja. Zo. En dan konden die daar 80.000 frank mee winnen of zoiets. Dus ik met die koe op dat veld. En die koe die scheet maar niet. Dus, hè. Bedoel, en ik moest dus weg. Dus ik ben daar stiekem vertrokken over die afsluiting van dat voetbalveld. En die koe, hoe dat, waar dat ze gescheiden heeft, ik weet het nog altijd niet. Enfin, ik ben iets plat omdat het ook scheidje rijk was. Vandaar dat het de taaljargon een beetje aangepast is. Want normaal gezien praat ik over kaka. Ruud Gaerts, na dit uitermate stichtende verhaal... Mama, ik moet heb jij nu de grote taak om te zeggen of dit waar is of niet waar? Oh, ik vind het heel erg moeilijk. Ja? Dat zal wel zijn, ja. Zo'n koe, zeg. Niet waar. Oh. Leen. Het is een proper verhaal bij mij. Op een dag zit ik bij Donna tussen 3 en 5 te presenteren. Ik vraag microfoon aan, als ik op een knopje duw, om dus mijn plaat af te kondigen en de volgende aan te kondigen. Ik begin en op dat moment, dus ik heb een koptelefoon aan, wij werken met koptelefoon. En wat je hoort in die koptelefoon is wat er ook in je radio zit. Dus hetzelfde, dus dat is bij wijze van spreken je radio die je op je oren hebt. Hè. Op dat moment... Op dat moment... Vroeger deed men dat met 2 ghettoblazers met een koortje rond. Ik begin dus mijn plaat af te kondigen en op datzelfde moment begin ik een enorm geheig te horen. Echt hijgen, steunen, kreunen, allemaal in die koptelefoon. Ik schiet natuurlijk enorm in een lach. Ah, in een lach. Ah. Ja. En ik begin uitgebreid aan de luisteraars, dus op uitzending, te vertellen, oh sorry jongens voor dit geheim, ben ik absoluut niet, ik weet van niks, ik weet niet wat er aan de gebeuren is. Dat ge... En dat bleef maar doorgaan, en maar hij, het was echt zware heigen. Terwijl dat jij dus niet gewoon bent. En dat bleef echt, echt, en ik mag echt mij enorm excuseren en excuseren. En ik zie die technici daar allemaal lachen en lachen en lachen aan de overkant. Enfin, dat stond daar gewoon vol. Iedereen stond daar te lachen. Ik zeg, ja, sorry jongens, maar enfin, vind je dat nu niet een beetje overdreven wat jullie nu gedaan hebben? Wat bleek nu? Hadden ze gewoon... Normaal gezien hoor je dus alles wat ook op uitzending in je koptelefoon komt. Ja, ja. Hadden ze gewoon een paar draadjes verstoken en hoorde ik alleen dat geheig. Met andere woorden... Ik had me daar zitten excuseren en over geheig praten en god weet wat nog allemaal. En de mensen die moeten dus gedacht hebben, maar die dummer, maar waar heeft ze het over? Want die hoorde dus niks van geheig en gekreun thuis. Zo, Lutgaard, waarover heeft die dummer het? Ik zou het niet weten, maar ik veronderstel dat ze de waarheid zegt. Je veronderstelt dat ze de waarheid zegt, Walter. Je weet allemaal dat mijn vader een ongelooflijke grapjas is. En dat hij... Begint weer, zeg. En dat hij vooral heel veel houdt van practical jokes, om ons allemaal eens goed liggen te hebben. Een paar maanden geleden zat ik met 2 broers bij mijn ouders thuis op een namiddag. En mijn moeder was in de hof met een paar van de kleinkinderen. En wij zaten aan tafel, mijn vader. En we waren over alles en nog wat aan het praten, voetbal, weet ik veel wat dan. We komen plotseling op... Getrouwd zijn, hoe lang zijn de geil getrouwd tegen de oudste, tegen de 2e oudste, hoe lang zijn de geil getrouwd, tegen mij, hoe dikwijls zijn de geil gescheiden. Fijn, een plezant gesprek, waarop mijn vader ineens zegt van jongens, nu dat we toch even alleen zijn, ons ma is hier nog niet, binnen 2 weken, je weet, we zijn 50 jaar getrouwd dan, een feestje, niet te veel, doe liefst iets, ik denk dat ze content zal zijn, alleen met de kinderen, kleinkinderen en de schoondochters erbij. Dat is meer dan genoeg, je moet daar niet meer van maken.
Wij kijken naar elkaar. Niemand van ons gediend had daar zelfs nog maar aan gedacht. We laten dat niet merken aan vader. We zien elkaar en we wisten wel, we gaan bellen vanavond dat we thuis zijn. S'avonds inderdaad bellen wij elkaar op, van we moeten toch iets in elkaar steken. Wij doen dat. We bellen een traiteur, we gaan geschenkjes kopen, we zorgen dat we vrij zijn 2 weken daarna, zaterdag namiddag. Het feestje ging doorgaan bij mijn oudste broer, die woont het grootste, waar is de meeste ruimte. Die zaterdag, 14 dagen daarna, alles wordt zo geregeld dat mijn tweede oudste broer mijn ouders gaat oppikken. Moeder en vader komen daaraan, wij zijn daar allemaal met de kleinkinderen. Met de schoondochters, met cadeaus, een traiteur met eten. Mijn moeder die komt eruit, stapt uit de wagen, die wist van niks. Mijn vader die ligt dubbel van het lachen. Wat is er nu gebeurd? Die mensen waren nog maar 48 jaar getrouwd. Ons vader had ons gewoon liggen. Hij wilde ons even testen. Maar hij heeft wel goed gegeten zijn. Zo, lieve Lutgaard. Ik geloof Walter niet. Je gelooft hem niet? Dat is de eerste vrouw die mij niet gelooft. Ja, nou. Dat zeg je ook elke keer, hè? Ja, we gaan de enveloppe openmaken en we gaan kijken wat het is, hè? Je gelooft Walter niet. Nee. Zullen we het hem vragen? Ja. Walter, jouw verhaal, was dat waar of niet waar? Mijn verhaal was niet waar. Zie je wel? Goed, Walter, niet geloven. Maar Leen de Marie, die geloofde je wel, hè? Ja. Leen, was jouw verhaal waar of niet waar? Gênant, maar het was waar. Een geheim. En ik bewaar uiteraard de koe van Jacques in Slijdingen voor het einde. Wat denk je, Lutgaard? Ik hoop dat het niet waar was. Je hoopt dat het niet waar was. Voor Jacques? Plas je aan. Voor mij? Ah, voor jou? Maar ik dacht dat je met Jacques medeleven had. Van, goh, liefst is dat toch niet waar, zoiets daar te moeten rondlopen. De risée van Slenne. Nee. Van Slijdingen. Maar, Jacques, was jouw verhaal waar of niet waar? Het was waar. Jawel, het was waar. Dat was waar, Lutgaard. Maar hier is de drie wijze ster voor jou. En uiteraard krijg jij, omdat je gewonnen hebt, een fantastisch applaus. Dank u. En wij onthouden vooral uit deze stichtende avond dat Jacques Vermeire zich graag begeeft tussen de rollenlatende koeien. En we zien elkaar volgende week zonder meer terug voor een nieuwe aflevering van de Drie Wijzen met 300.000 frank in kas. Tot dan.